Ja, we hebben weer een studiogast en die komt van niet ver weg, want die woont in Houten. Dat is Bram van Battum. Hij is 17 jaar en hockeyer bij Kampong. En we willen van Bram heel graag horen hoe hij het vond toen hij hoorde dat hij genomineerd was. Hoe reageerde je toen? Ja, ik was heel blij verrast eigenlijk. Ik had het enigszins wel zien aankomen. Ik had van een bekende al gehoord dat hij mij zou opgeven als nominatie. En toen ik te horen kreeg dat ik ook genomineerd was als sportsband, dan heel gaaf. Echt een eer om het te horen. Prachtig, hè? Leuk zoiets. Ja. Dat op 17-jarige leeftijd, sporttalent. Bram, ja, je bent heel erg druk. We kijken even via het lijstje wat we dan doorgekregen hebben, wat je zo'n beetje in 2018 allemaal gedaan hebt. Ja, je bent dus niet alleen kampongspeler, want nu ook van het eerste team, begreep ik, hè? Ja, klopt. Is dat in de nieuwe competitie gebeurd? Ja, dat is dit seizoen na de zomer gebeurd. En toen heb ik in de zomer dus horen gekregen dat ik vanuit de A een jaar over mocht slaan, gelijk door naar de senioren. Dus dat was mooie mededeling, hè? Zoiets. Ja, heel gaaf, zeker. Je dacht, daar gaan we voor. Ja. Absoluut. Maar onderwijl dus ook, afgelopen zomer in Oranje, heb je gewoon, begreep ik, meegedraaid met voorbereidingen op een Champions Trophy. En hoe ging dat? Hoe is dat gevoel dat je ineens in zo'n groep toppers komt? Ja, dat was heel bijzonder. Ik weet nog precies wanneer ik het horen kreeg. Ik was net geland in Dubai met mijn moeder. En toen kreeg ik keken op mijn telefoon en zag ik een appje van de bondscoach. Wil je een paar keer meetrainen met ons? Samen met nog andere teamgenoten uit onder 18, Nederlands toen. En gelijk ja gezegd. Ik was helemaal in shock eigenlijk, een beetje dat ik zo een kans kreeg. En toen ook die periode dus een paar wedstrijden gespeeld. Onder andere tegen Olympisch kampioen Argentinië. Zo, niet de eerste de beste, nee. Nee, dat was onwerkelijk eigenlijk een beetje. In zo'n periode dan met zo'n groep mee te mogen hockeyen. Schitterend, ja. En dat is dan gewoon een groot hockey trainingskamp op weg naar zo'n trofee. Ja. Het was wel, moet ik wel bij zeggen, dat het zonder de grote internationals was, grotendeels. Die waren met hun eigen voorbereiding bezig richting de Champions Trophy, zeg maar. Maar nog steeds met wel grote namen. En van Jong Oranje en Nederlands A. Gewoon een hele goede groep die wedstrijden gespeeld zijn. Ja, wat daar toch echt heel dicht tegen het Oranje team aan zit. En daar kun je dan wel lekker als jonkie bij aanschuiven. En lekker dat, ja, je leert daarvan, hè? Ja, heel veel. Ja, zeker. Dat is natuurlijk al schitterend. Dus dat heb je ook al gehad. Terwijl je ook in juli vorig jaar had je het EK zilver behaald voor de onder 18 groep. Dus dat is dan weer een aparte selectie. En hoe is dat gegaan? Dat liep dus lekker, zilver. Maar hoe is zo'n ervaring van zo'n toernooi? Dat is heel gaaf. Ik heb wel eerder een toernooi gespeeld met Oranje. Maar nooit echt een toernooi waar je voor een prijs speelt. Dus dat was weer nieuw en leuk om mee te maken. En in de voorbereiding naar het EK hebben we veel getraind met de groep. En veel oefenwedstrijden gespeeld. En toen uiteindelijk het EK, dat was in Spanje. En daar hebben we eigenlijk best goed gespeeld. Nou, zeker de halve finale was een hele mooie wedstrijd. Stonden we 3-1 achter tegen Duitsland. Toen nog 5 minuten voor tijd maken we 3-3 en winnen we op shootouts. Zo. Dus dat tegen Duitsers. Dat hè? Tegen mooi, Duitsers, hoor. Ja, ja. Dat zeker. Dat was heel gaaf. Ja. En vervolgens de finale, de dag daarna, helaas 2-1 verloren in de laatste minuut van Spanje. Oh, en Duitsland. Dat was het thuisland. Dat was het thuisland. Oh, misschien ook net een voordeel van thuisland zijn. Ja. Je weet, het zou kunnen. Ja, maar zeker. Het publiek stond wel aan hun kant natuurlijk. Dus, ja. Maar goed, uiteindelijk, het publiek maakt geen doelpunten. Dat is zeker waar. Oké, maar ja, geweldige ervaringen. En ja, dan nu, daarna dus voorbereiding EK19, wat dus nu gaat komen. En dat wordt, geloof ik, in Spanje in Valencia gehouden. Hè? Ja. Dus daar ga jij ook volledig meedraaien met die voorbereidingen. Ja, in principe, dat is met Jong Oranje dan het EK. Ja. En daar zijn we nu al mee begonnen met de voorbereidingen. Met de trainen. En dan is het nog maar hopen dat je uiteindelijk bij de selectie komt. Ja. Voor het toernooi. En het is heel hard trainen. En dan, dus dat hangt echt af van wat er allemaal in die voorbereidingsfase gebeurt. Hoe je traint. Ja. Hoe je presenteert. Hoe de coach naar je kijkt eigenlijk. Ja, of hij goed genoeg vindt. Ja. Hoe je in het team past. Ja. Maar, want dat is ook een toernooi. Is dat een toernooi van een week of twee weken? Hoe lang dat is ongeveer anderhalve week. Ja, dus toch wat langere periode. En ja, veel wedstrijden misschien. Ja, zeker als het lekker gaat. Ja, hè? Dus in totaal met 8 landen. Dus dan speel je zo'n
4-5 wedstrijden. Ja. Je bent heel druk op het hockeyveld. En je bent ook nog VWO'er, hè? Vertel daar eens wat van. Je zit 5e of 6e jaar? Ik zit nu in 6 VWO. 6 VWO, dus examenjaar? Ja. Hoe gaat dat, die combinatie, zeg maar, topsport en VWO? Ja, het is wel druk, moet ik zeggen. Nu gaat het goed. Ik sta er ook goed voor, geen onvoldoendes. Dus daar ben ik in ieder geval blij mee. Mijn ouders ook. Kan me voorstellen, ja. En het is één moment wat drukker dan het ander. Maar over het algemeen houdt de school wel rekening mee dat ik veel hockey. Dus dat ik een keer een toets later kan maken, daar doen ze niet zo moeilijk over. Oh, dus daar zijn ze heel flexibel, ja. Wetend wat jouw situatie is. Nou, ja. Want het is natuurlijk niet een echte topsportschool. Nee. Want je zit in Kals in Nieuwegein, hè, ja, geloof klopt. Ik. Ja. Zou dat misschien in het algemeen voor jongeren goed zijn om zo snel mogelijk, zeker als ze heel talentvol zijn, richting zo'n topsportschool te gaan of niet? Dat weet ik niet zo goed. Ik weet niet hoe het daar eraan toe gaat. Ja. Maar ik weet in ieder geval dat bij ons, we hebben een topsportcoördinator waar je altijd naartoe kan eigenlijk. Die ook met je rooster regelt dat je, als je lessen mist, dat je dan die ergens anders in kan halen. Of zelf kan doen, zeg maar, nog in je vrije tijd, zelfstudie. Dus ik moet ik zeggen om naar een andere school te moeten gaan daarvoor. Ja. Maar... nu zeker niet. Hè. Nu zeg je van je maakt natuurlijk je VWO in Nieuwegein af. En dus dat zou alweer in september kunnen zijn. Maar welke keus maak je dan? Hè? Voor de studie? Ja. Ja, ik heb me onlangs ingeschreven voor de studie Aerospace Engineering in Delft. Kijk. Dus ik moet nu beginnen aan de selectieprocedure daarvoor. En die zal ook zwaar zijn. Die is zeker heel zwaar, ja. Dus, ik ga mijn best ervoor doen en hoop op een goede uitkomst. Zou mooi zijn, ja. En dat dan in die combinatie met tophockey, en dat wordt steeds gewoner voor je. Maar ook daar wordt steeds meer van je verwacht, omdat je natuurlijk langzamerhand echt in de seniorenleeftijd ook gaat komen. Ja. En dan ligt ook die hockeywereld voor je open. Maar jij wilt wel duidelijk verder gaan in het hockey, hè? Zover mogelijk. Zeker, ja. Als dat kan natuurlijk, dan... Uiteindelijk heb je maar één droom en dat ze in het grote oranje spelen. En, kijk, dat is natuurlijk al helemaal schitterend. Ja. En dan eens een keer eindelijk winnen van België in een finale, hè? Ja, precies. Maar goed, zou mooi zijn, maar talenten genoeg. En jij bent dan zo'n hockeytalent. Kun je nog iets zeggen over wat jij ook doet, begreep ik, naar de jeugd toe? Dus laten we zeggen, de nog jongere jeugd dan jij zelf hebt nog. Wat doe je daar in de clinicsfeer, begreep ik? Kun je daar wat van zeggen? Ik word af en toe uitgenodigd door clubs of organisaties om een clinic te geven op hockeyclubs. En dan daar de jeugd te begeleiden en een leuke dag te bezorgen eigenlijk. Of vanuit Kampong hebben we... soms een dag waarin de heren en dames en teams met de jeugd eigenlijk gewoon op kampong de hele dag bezig zijn. En daar de kids eigenlijk voor maken. Gewoon, Oh, schitterend. En dat zijn dan heel jonge jongens nog, van 7, 8, 9? Of? Ja, dat is begin jeugd inderdaad. Dat is maximaal 10 jaar. Inderdaad. Ja, die vinden het natuurlijk wel prachtig om ook van een jongen, maar ja, een hockeyer, maar die dan al veel verder is, om te zien hoe het allemaal kan worden, hè, als ze zelf ook goed bezig blijven en talent hebben natuurlijk. Ja, ik kijk zelf vroeger, ik heb mezelf nog erg in mijn hoofd van dat ik dat kleine jongetje was, dat naar die grote jongens opkeek. En om nu daar zelf te staan met die jongens zo voor, dat is heel raar eigenlijk. Toch wel bijzonder, hè? Ik kan me voorstellen. Ja, dus dat is wel heel mooi om te doen. En ga je dan het hele land door of je wacht gewoon op uitnodigingen en je kijkt of je dat kunt doen? Nou, niet het hele land door, in ieder geval wel wat in de buurt. Ah. Maar soms krijg ik via wat te horen. Of soms benaderen zij mij en dan kijk ik of ik kan. En, En dan probeer je te kijken of je daar inderdaad zo'n clinic kan doen. Ja. Je inspireert de jeugd dus ook hartstikke goed. Jij bent denk ik ook bij die drie volkomen terecht genomineerd. En hoe kijk jij nou richting zo'n 4 februari? Want dan krijg je natuurlijk de uitreiking en zo... 1, 2, 3. Ik weet niet hoe het gaat, maar we zijn ook zelf heel benieuwd. Hoe schat je kansen in? Dat vind ik heel lastig te zeggen. Ik bedoel, Rick en Anouk, die hebben allebei ook heel gave dingen bereikt dit jaar. Dus de competitie is zeker heel hoog. En ik gun ze het allebei en ik hoop gewoon op een leuke avond. Ik denk dat zeker gebeurt, maar uiteindelijk is natuurlijk er is maar één winnaar. We gaan trouwens aan het eind van 2 uur nog even praten met, laten we zeggen, de instantie die die sporttalentprijs uiteindelijk toekent en uitreikt.
Wat zo'n beetje hun criteria zijn, van waar kijken ze vooral naar, wat wegen ze bij de toekenning van de prijs en de eventuele aanmoediging, ik weet het ook niet. Maar dat horen we dan als het goed is nog in het tweede deel van dit programma. Bram van Battum, hartelijk dank voor al je info, want ik denk dat de luisteraars vandaag weer veel meer van jou gehoord hebben. En misschien in de toekomst nog veel meer van je gaan horen, maar dit weten ze dan alvast hier in Houten. Ja. En dat is natuurlijk prachtig. Ik zou zeggen, we zien je graag op die 4 februari. In Sporthal, eerst Sporthal en later Theater aan de Slinger. En dan praten we misschien weer verder met elkaar, want wie weet wat er allemaal uit gaat rollen. Dankjewel voor deze info en ik zou zeggen tot de 4 februari. Ja, graag gedaan, tot ziens.